Hey Plucky Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Elm Creek. Ik loop eventjes een beetje voor met de video's, want ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd. Maar in ieder geval, ik werk tegenwoordig 5 dagen in de week. Het is wel zo dat de winkels die zijn weer open, tenminste nu, als ik deze video opneem, want het is vandaag 19 januari. Kun je wel direct merken als de winkels los zijn dat het in één keer een stuk minder druk is bij de pakketten. Dat is wel heel erg fijn. Maar, welkom terug jongens, leuk jullie te zijn. Wij hebben momenteel alle velden hebben wij ready to plant, zeg maar. Alleen het is oktober. We hebben alles geoogst, we hebben alles bemest. Nou, nog niet alles, alleen de eerste twee nog. Maar als het goed is, zijn deze velden zijn allemaal 100% bemest, als het goed is. Die. Die. En als het goed is ook het gore veld. En anders moeten we die ook nog eventjes doen. En die. Ook 100%. Dus die kunnen in principe direct worden ingezaaid zodra het kan. Eigenlijk. Dus alleen wat we vandaag dus nog eventjes moeten doen is in ieder geval deze twee velden moeten we gaan bemesten. En dat veld moeten we gaan bemesten. En dan moeten we eens even kijken wat we gaan doen. Want anders skippen we gewoon alle dagen. En dan moeten we eens even kijken. Want we hebben natuurlijk ook nog heel wat koolzaadolie. En het koolzaadolie, ik weet niet of daar momenteel een goede prijs voor is. 55,81 en het is nu november, dat is de hoogste prijs. Het is nu oktober, dus het kan zelfs nog één dag horen. Laten wij dan erop gokken om nog één dag te gaan slapen. Nadat we het hebben bemest. En dan gaan we eens even kijken of het koolzaadolie daadwerkelijk lekker wat oplevert. Want dat geld kunnen we goed gebruiken, want we moeten een kuil kopen. Laten we dit even schoonspuiten trouwens. We moeten een kuil kopen. We moeten een hakslaar moeten we huren. Een grotere triller moeten we hebben. Dus een heleboel buildfeel. Dat dus. En dan gaan we als het groene staat de Ursus. Die staat met de... hoe heet dat nou? Met de... Ik ben helemaal de weg kwijt. Met de kunstmest rooien. Ik weet niet waar... Oh, hier, daar staat hij. Voor mij moet die cultivator een keertje... de cultivator is een beetje kapot. Laten we eens even kijken. Moet die cultivator gerepareerd worden? Want we kunnen dat namelijk... moet ik even kijken. Waar kunnen we dat ook weer zien? Hier, hè? Nee. Waar kunnen we dat ook weer zien? Hier? Nee. Hier. Reparatie. Ik weet niet waarom branden en de knochen speedmax... Wacht even, de knochen speedmax, die hadden we toch al verkocht? Knochen speedmax. Ik weet niet waarom dit rood is, maar het zal wel. Maar we moeten hiernaar kijken. De Deutzwaard topliner en de topliner maaien, die zijn een beetje aan de lage kant. De Amazon ZATS2300, dat is de kunstmestrooien, die is ook een beetje aan de lage kant. Maar voor mij is voor de rest is alles wel, ja, alles is wel redelijk goed. De Summer City 180... Voor mij is dat de Ursus, denk ik. En degene met de meeste uren is de vent. Dat is mooi. Goed, laten we dit opruimen. En dan gaan we even die twee velden bemesten. Dan gaan we slapen. Gaan we even kijken wat de prijs van het koolzaadolie gaat doen. En dan moeten we denk ik dan toch maar gaan slapen. We kunnen verder niet zoveel. Oh ja! Het schiet me in één keer te boven. Brede banden. Brede banden 2. Hoeveel kost dat? 3000 euro. Heb ik ervoor over. Kijk eens even. Jeetje, dit zijn wel hele brede banden. Goedemiddag, dokter. Maar ja, het ziet er wel een stuk beter uit. Goed, dit zetten we ernaast. Hoppakee. Dat was 3000 euro. Die zetten we hiernaast. Het ziet er toch een stuk beter uit, hè, die massie. Mooi, dan starten we die olle Ursuswerf op. Zo, jongen, dat ding. Zo. Want die kassen, die moeten we natuurlijk ook, die hebben we de vorige keer ook bijgevuld. Dus dat gaat in principe de goede kant op. Dit kan bemest worden. Toch, die Amazon, die hebben we al bijna sinds het begin. En die hoeft nog steeds niet
gerepareerd worden. Vind ik best wel fijn. Het valt wel mee hoe snel dat gaat. Mooi, en dan gaan we hier naar dit. Gaan we eventjes lekker slapen. Kijk daar, jongens, dat we hier eerst druiven op hadden, hè. Dat is zo apart. Laten we ook even kijken hoe het met het voer van de dieren is. Als het goed is, moet alles in principe prima zijn. Altijd even in de gaten houden. En dan kunnen we ook direct even kijken bij de tweedehands dealer wat we daar allemaal te vinden hebben straks. En wat er nu in staat. Want ik heb gisteren 2 video's achter elkaar opgenomen. En het is vandaag weer de volgende dag. En ja, het is wel fijn dat het wat minder druk is nu met de pakketten. Omdat de winkels los zijn. Dus dat is wel echt, echt heel erg fijn. Trouwens. Vandaag, als ik deze video opneem. Is er een nieuwe visvlog online gekomen van Rosa en mij. Mocht je die willen zien, check eventjes het linkje. Of het ietsje rechtsbovenin. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op Rolla Fishing. Daar gaan wij visvlogs doen. Of dat doe ik een beetje normale vlogs. Dus ik zou zeggen, check dat zeker eventjes als je er zin in hebt. Help ons en doe abonneren. Dat zou super tof zijn. Als je een beetje zin hebt, visvlogs, tenminste, vissen moet je natuurlijk wel aanstaan. Maar ik vind het altijd wel fijn om, weet niet, vind ik altijd relaxed om de visvlogs van amateurvissen te kijken. Dat is ook een mooie keel, amateurvissen heet die. Dat is met toch ook een beuna als eerste klasse. Maar dat zijn gewoon heerlijke, heerlijke video's om te kijken. Lekker ontbijtje en hij zit lekker buiten met vissen. Ja, dat mag ik graag kijken. Even kijken, in de tweedehands dealer hebben wij een cultivator waar wij momenteel niks aan hebben. Laten wij eerst gaan slapen. Laten wij 9 uur doen. Maar als het goed is, is de koolzaadolie zo meteen een stuk hoger. Hoop ik. En dan gaan we die verkopen. Dan moet wel eventjes, denk ik, de trailer moeten we weer aanpassen. Want hij staat nu op autoload natuurlijk, vanwege die balen. Dus die moet even omgooien. En als het goed is... Een saai en een voila, daar hebben we niet zo heel veel lang. Laten we eerst eventjes bij de kipjes kijken. Hoe is het hier? Hebben hun nog eten? Ja, 4000 liter eten. Dus dat is ook goed. Ik zet alle eieren eventjes hier, ja. Lekker op elkaar stapelen. Is niet helemaal realistisch, maar goed. Dan hebben wij de schapen. Dat gaat ook als een tierenlier. Die schapen. Trouwens, dat bedenk ik me nu. We kunnen een paar schapen kunnen verkopen, dacht ik. Als ik het me goed herinner. Er zijn best wel een paar schapen die best wel oud zijn. Dan kunnen we een klein beetje geld krijgen. Even kijken, kijk, €950. Die verkopen we. Dan hebben we hier nog een keer €950. Die verkopen we ook. En de rest is nog niet oud genoeg. Ja, deze is 625, maar die zijn nog niet oud genoeg. De rest mag nog allemaal eventjes gaan foekje-foekien. Moet eventjes bij de kippen kijken. Of er hier nog een paar oude beestjes zijn. 12 maanden, 15, 21, 16, 5. Ja, de haan die is sowieso al wat ouder. Maar de kippen hoeven nog niet per se eigenlijk. De kippenren zit wel vol. Maar ze zijn nog niet oud genoeg om te gaan verkopen. Dus we zitten momenteel op €49.000. De tweedehands dealer staat niet zo heel veel spannend in. Het is nu november, dus moet even kijken wat we kunnen gaan inzaaien. Voor mij kunnen we alleen in... Ja, kijk, in maart kunnen wij sowieso de aardappels al doen. En mais in april. Dus daar gaan we sowieso mee bezig. Hebben de koetjes nog eten? Voer 3800 liter. Jeetje, wat gaat dat hard. Voermingwagen hebben we hier ook staan. Maar we hebben helaas geen silagebalen. Maar hebben ze nog genoeg stro? 11.000 liter, maar ze hebben wel voer nodig. En we hebben 56.000 liter aan drijfmest, dus dat is ook voldoende. En als het goed is, moet ook de prijs van het koolzaadolie moet ook... hier. Papadapadapam. Bijna €6.000. Nou, direct verkopen die handel. Hoppakee. Even die grote trailer erbij pakken. Dan rijden we naar de oliemolen. En dan ben ik heel benieuwd hoeveel pellets daar staan. We hebben daar best wel een goede lading naartoe gebracht natuurlijk. En de vraag is natuurlijk, hoeveel geld gaan wij krijgen van die aantal pellets? Hey, ik ben benieuwd. Even deze omswitchen. En dan zie ik jullie weer terug bij de oliemolen. Nou, hier zijn we. Er staan al mooi wat pellets klaar. Ik weet niet of we nog wat extra erbij hebben. Laten we eens even kijken.
We krijgen... Oh, hij is nog niet eens klaar, joh, met... Oh, hij is nog niet eens klaar, joh. Er zit nog 8400 liter aan koolzaad in. Maar omdat de prijs nu behoorlijk goed is, want het daalt als het doneert. Dus we gaan het, wat we nu hebben, gaan we verkopen. De ZEM is die trouwens nog hoger. Hé, dat is veranderd. De ZEM is die nog hoger. Nou ja, ik vind sowieso, ik vind 6000 euro vind ik echt een fantastische prijs. Dus alles wat we nu hebben, gaan we verkopen. Dat is één ding wat zeker is. Als goede spannen, er zometeen 2 pallets bij. En dan zijn dat alle koolzaadolie pallets wat we momenteel hebben. Kijk, huppakee, zijn er weer 2 bij. Maar zo zie je maar, dat als je een beetje investeert, nou, we weten nog niet hoeveel we krijgen, maar het ziet er welbelovend uit. Laten we het daarop houden. Zo, hou eens. Ik stok de poepviolen weer hier. Hoppakee. En dan die er bovenop. En die er bovenop. Dus de rest die wordt nog aangemaakt. We krijgen sowieso nog extra pallets met koolzaadolie. Maar het ziet er veelbelovend uit. Voor mij moesten we naar levensmiddelen, hè? Ja, 59. We hebben net geen 6000 euro. Nou, dat is op zich nog niet zo heel erg. Laten we maar eens even kijken. Zit, zit, zit. Oh! Tomme! Mijn auto. Trekken bedoel ik. Zit ik weer te zitten hier en dan krijg je alleen maar gezeur. Zie je dat? Verdamme. Nou, let's go naar de levensmiddelen. Ik zit me niet uit te lachen. Dat is niet aardig. Nou, hier zijn we bij de... Tenminste, dit is toch de levensmiddelen toch, of niet? Waar we nu zijn. 99,95. Is toch de levensmiddelen? Ja, ik wil zeggen. We zijn wel goed. Ik ben benieuwd. We hebben 6000 liter aan koolzaadolie. We krijgen ook bijna 6000 euro per 1000 liter. Dus we krijgen een heleboel bult veel geld. Tenminste, dat hoop ik. 35.000 euro. Nou, ik zeg... Dat is echt niet verkeerd. Maar nou zit ik ook even te denken, hè. We gaan natuurlijk behoorlijk wat velden importen met mais. Moeten we dan de grote kuil of de kleine kuil? Moeten we even kijken. Dan zetten we die vast neer. Want dan hebben we dat in ieder geval al betaald. En is die gewoon van ons. En dan kunnen we binnenkort ook een keertje... Als het een beetje meer zit allemaal... Kunnen we ook gaan grasmaaien. Misschien dat we dat vandaag al wel eventueel kunnen doen. Is een idee. Hoeft niet. Kan wel. En dan kunnen we op die manier... Kunnen wij... Hoor je dit? Kunnen we... Ja, ik weet het niet meer. Ik ben hier... Ik kom gewoon niet uit mijn woorden vandaag. Wat is dat voor onzin? Ik denk dat we dat ook gaan doen. Laten we de vent nou alvast gaan maaien. Laten we eerst even het ding neerzetten. Dat lijkt me een beter idee. Eerst even dat ding neerzetten. Silo's. De grootste kost 120.000 euro. Dus daar hebben we geen geld voor. Maar deze is 60.000 euro. Het lijkt me dat deze toch voldoende is, toch? Of niet? Is toch groot zat? 6000 euro zullen we even van al het geld af. Maar ik denk dat we deze wel nodig hebben. Ik denk het wel. En waarom kan hij ook alleen maar in 90 graden? Ik vind dat zo stom. Ja, je hebt nog een vrije modus, dat weet ik. Maar... Kut! Dat wou ik hem niet hebben. Oh, come on! Oh, we krijgen er wel weer 6000 euro voor. Dan is het goed. Tank it. Zeker maar. Ja. Zullen we maar hier neerzetten dan? Poenk. Wel een beetje krap. Maar dat komt goed. Goed, hebben we die in ieder geval neergezet. Dan moeten we wel eventjes... Dit weer even wijder maken. En gras. Zo. Dat klopt niet helemaal. Wacht, ik probeer het. Ik zit nog weer te poepvioelen hier. We kunnen beter eventjes een pad maken. Laten we dat eerst even doen. Verven. Grind. Nee, dat is toch goed. Zo.
Daarin. Zo. En dat we dan vanaf hier er weer uit kunnen. En dan moeten we even kijken, want hier kunnen wij niet langs. Dus dan doen we het. Ja, vanaf hier maken we zo een paard die kant op. Sorry schaapjes, ik ga het zo voor jullie fixen. Zo. En dan een beetje weide ertussen. Dat het wel een beetje een pad lijkt. Zo. Wel een beetje natuurlijk eruit zien, hè. Zo. Kijk, dan hebben we in ieder geval hier ook een pad. Moeten we alleen hier wel even gras maken. Gras. De schapen die moeten natuurlijk geen beton lopen vreten. Dat is niet de bedoeling. Zo. Ja, dat is prima. En de koeien. Ja. Planten. Oké. Okay. Een beetje weiden. Een beetje ditjes. Een beetje datjes. Zo. Kijk, dan moeten we eigenlijk... Ik weet dat het eigenlijk niet hoort, maar... Beetje zand. Of dierenmord is het eigenlijk. Maar is dit alles wat we hebben, jongens? Ik dacht dat we hadden veel meer hadden. Maar goed, we hebben dus in ieder geval dit gefixt. En misschien is het ook wel leuk... om er een heg langs te... We hebben nog een klein beetje geld... om er een heg langs te plaatsen. Het ziet er weer wat gezellig uit. Of wil dat niet? Dat is de bel. Ben er zo weer. Zo, ben ik weer. Er was iemand die de dinges kwam ophalen. De blauwe kerstballen. We hebben nieuwe ballen, dus die blauwe kerstballen die gebruiken we niet meer. Dus die heb ik op Facebook gezet. De weggeefhoek, zoals dat heet hier in den camp. Dus dat scheelt. Maar ik zit even te denken, is het ook handig om hier ook een pad te doen langs de schapen? Zo. Ja, het kan wel handig zijn. Laten we dat maar doen. We zijn nou toch bezig. Zo. Hoppakee. Hebben we toch een behoorlijke boerderij gebouwd, jongens. In de tussentijd. Zo. Hoppakee. Ik heb alleen geen gras hier. Oh, dat is niet zo erg, toch? En wat we dan hier kunnen doen, ja... Misschien ooit nog een keertje een... We zouden misschien zelfs nog... We hebben nog net 10.000 euro. Even voor degene, hoor. We zouden er zelfs nog, als het moet, een schuur neer kunnen zetten. En ik denk dat dat werkelijk waar net past. Het kan net. Zie je dat? Alleen, dan moet... Ja, het kan wel. Maar... Voorlopig doen we dat niet. Dus wat ik nog wel eventjes wil doen, vind ik altijd wel leuk. Nu we toch bezig zijn, we hebben nou toch een beetje geld. We zijn toch geld aan het spenderen. Kunnen we net zo goed een paar lampjes plaatsen. Ik zal even denken welke lampen het beste zijn. Want ja, het is een beetje lastig soms. Want ik heb in de server heb ik deze lampen, maar die zijn veel te groot. En echt boerderijlampen heb je niet. Dit zijn meer parklampen. Dat zijn ook niet zo mooi, denk ik toch, dat we deze doen. Kijk, daar hebben we in ieder geval een klein beetje licht overal. Misschien een beetje zonde van geld, maar... Ik denk dat dat toch wel heel prettig is. Dat we een beetje geld, dat we een beetje licht hebben. Zo. En dan hier nog. Op een keer, poenk! En dan hebben we alles een klein beetje verlicht. Niet, het hoeft niet overal verlicht te zijn. Misschien dat het wel leuk is om twee te plaatsen. Ja, hier twee hoeft niet. Daar twee kan. Misschien een beetje zonde van geld. En dan hier nog. Dan hebben we in ieder geval alles een klein beetje in de gaten kunnen houden hier. Ja, ik denk dat dit wel voldoende is. En straks als het donker is, moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar De hele boerderij is helemaal aangepast. We hebben dus nu in ieder geval de schuur hebben we te pakken. De eieren kunnen we trouwens ook verkopen. Misschien dat we dat zo meteen nog wel even kunnen doen.
Ik moet daar ook weg doen. Maar ja, je hebt dus hier. We kunnen alleen nou niet meer hier langs. Het kan wel. Want de kuil staat in de weg. Maar goed, op zich. Een paar lampen normaal. Ik denk dat dit wel goed gaat komen. Laten we eens even kijken. De prijzen van de eieren. Misschien dat we het een beetje terug kunnen vinden. 4000 euro, dat is best een goede prijs. Het is november momenteel. Het is ook de hoogste prijs. Dus verkopen die handen. Doen we nou met de vent. En het vol. Kunnen we dat ook het beste gaan verkopen? Ik denk het wel. November is de laagste prijs. 2400. Dat is in april momenteel de hoogste prijs. Laten we het maar gaan verkopen. Laden we even alles op en dan gaan we dat verkopen. Dan kunnen we even kijken hoeveel we het op kunnen leveren. Of hoeveel het oplevert. Want nou kunnen mensen ook goed bij de eieren komen. Eerst hebben we hier natuurlijk de kippen hebben we, of de schapen hebben we hier gehad. En dan konden we heel moeilijk de eieren opladen, maar dat is nou veranderd. Dus de trailer kan hier. En dan ga ik even alles opladen en dan zie ik jullie zo meteen wel. Nou, een hele trailer vol met allemaal spullen wat we allemaal zelf hebben geproduceerd met onze diertjes. Zo, 10.000 liter aan eieren en 6.000 liter aan stro. Wol. Deze levert meestal op bij de spinnerij, dat is logisch. Johnson Farm Market. En deze is ook niet altijd best, is meer bij fastfood restaurant. Dus laten we de eieren naar het fastfood restaurant brengen. Dan krijgen we wel de hele tijd in beeld van, oh, eieren worden hier niet geaccepteerd. Of wol wordt hier niet geaccepteerd. En dan brengen we de... Brengen we het wol wel naar de spinnerij. We moeten toch eventjes een beetje de tijd volmaken, dus dan kunnen we net zo goed gaan rijden. Dus laten wij even een timelapse doen. Waar is de spinnerij eigenlijk? Zullen we daar eens naar kijken? Waar was dat apparaat ook weer? Je boel min of niet? Ja. Dus geniet even van een timelapse, jongens. En de boel verkopen. We zitten nu op 7500. Ik ben benieuwd. Zo, nou, we zijn weer terug. En ik zit me nou trouwens even te denken, hè. Ik weet niet, voor mij moet dat hier tussen staan. Ik heb namelijk... Juist, kijk. Ik heb nou van deze dingen neergezet, waardoor we dus zaad kunnen kopen of whatever. Dus dan wil ik eigenlijk eventjes proberen of dat ook daadwerkelijk werkt. Want hoeven we die zakken zaad niet meer te halen. Deze stonden, zover ik weet, in de... In de ding. Ja, in de ding. In de modhub. Dus misschien is het wel geinig om dat, ja, toch neer te zetten. Alleen waar. Wat is een goede plek om het zaad, et cetera, neer te zetten? Wat is een goede plek? Eigenlijk moet het een beetje naast de schuur of iets. Ik zat zelf te denken hier, maar dat vind ik ook weer zoiets. Of hier. Hiernaast. Moeten we achterwaarts inrijden? Dat is op zich niet zo heel erg. Want dan hebben we hier het zaad... En dit is de fertilizer. Zo. Moeten we alleen even die... die verrijking even weghalen. En dan ben ik heel benieuwd of dat werkt. En hoe duur dat is. We kunnen dus hier nou het zaad bijvullen. En als het goed is... Ook de... Kunstmest. Dus dan ga ik eventjes proberen. Eerst even die verrijking... Hoe is... Eerst even die verrijking aan de kant. Want we hebben, hier, we hebben daar nog één zaadzak staan. Dus die moet natuurlijk wel eerst geconsumeerd worden. Kijk, dan kunnen we deze... waar zetten we deze neer? Hier zo. Het gewicht hebben we nauwelijks nodig. Er zit al een gewicht namelijk op de Ursus. Op een gegeven moment is het natuurlijk ook zo... Dat we... Natuurlijk een verrijk hebben. Tenminste, dat is wel een beetje de bedoeling. Even kijken, de grote zaaimachine, hoeveel zit daar nog in?
Ja, 96. Laten we toch eventjes proberen. Eerst even die zaadzak proberen. Ja, dan is die in ieder geval weg. Ik weet niet of dat erin past hoor. Ja, die is leeg. Want zometeen als wij aardappels gaan poten, moeten we het sowieso bijvullen. Dus dat kunnen we ook direct goed proberen. Ja, ik zag hem met een mond op staan van de game zelf en ik dacht, hey, die muk hem. Dat is handig. Hoef niet de hele tijd van die zakken te halen. Alleen de prijs is 100 euro, dat is wel een beetje goedkoop. Vind ik zelf, hè. Dat had wel naar 1000 euro gemogen of zo, of iets meer. Maar goed. Zo. Kijk, hier zit niks in. Want hier gaan we natuurlijk binnenkort mee aan de gang om het mais te poorten. Laat hem direct eventjes bijvullen totdat die zaadzak leeg is, want zoveel gaat er niet in. 184 liter. Kunstmest hoeft te nemen, want de velden zijn volledig bemest. Maar het kan wel. En dan hier, werkt dit? Het werkt! Het gaat niet zo heel vlot, dat hoeft ook niet, maar het kost ook geld. Dat is logisch. Dus 200 euro. Nou, ik vind dat nog echt wel meevallen hoor, hoe duur dat is. Dus het werkt. En het kunstmest moet ik nog even testen eigenlijk. Of dat werkt. Zo. Maar ja, we hebben dus nu 72.000 euro jongens. Ik vind dat best knap. Hoe lang ben ik bezig? 41 minuten. Ja. We kunnen niet zoveel doen hè. We moeten wachten totdat de winter voorbij is. We gaan dit sowieso nog verkopen, hè, wat hier allemaal staat. Wat is de prijs nou eigenlijk van? Voor mij is dat in januari. Is dat het hoogste? Ja, kijk, het kan nog hoger, dus... Laten we eventjes gaan slapen, kijk wat het doet. Kunnen we even kijken in de tweedehands shop. Misschien dat er wel een hakslaai in staat, je weet het niet. 9 uur. Oh ja, kak. Oh, ik zit weer niet op te letten. Oh. Moeten we direct eventjes... Hey, stil! Oh, wat erg. Veel Big M. Maar die hebben we niet nodig. Onze koeien die hebben eten nodig, joh. Die koeien die wou ik nog bijvullen met eten. De kippen hebben ook niet zo heel veel meer. De schapen, oh, dat kan er wel. Maar de koeien hebben helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Dus laten we eventjes de Matje Ferguson pakken. Dan doen we dat nog eventjes als laatste. Zo. We hebben net de voorlader gepakt. Dan kunnen we hem alweer pakken. Ik moet eventjes een paar balen meenemen voor ze. Hebben ze nog stro? Ja, er mag ook wel wat binnen. Nou, dan gaan we dat eventjes doen. Hier zit trouwens ook een heel vervelend hobbeltje hier. Dat moet ik even een keertje afvlakken. Dat kunnen we zo meteen misschien wel even doen. Want dat, je breekt je de rug, joh, als je daar overheen gaat. Ik kan je nog even laten zien. Dan moet je echt niet te hard overheen gaan. Daar kwam ik dus net ook achter. Dan pakken we nog eventjes twee balen. Dan pakken we de Ursus voor de voemingwagen. Zodat we het stro kunnen mixen. Is niet nodig, maar goed. Dat is leuk. Zo. Ik denk dat ik wel, als ik over die heuvel heen ga, dan moet ik... dan kunnen we beter trouwens met de kleine trekker doen. Laten we dat doen. Maar hier is ook behoorlijk... Kijk, je hebt hier gewoon een schans, joh. Levensgevaarlijk. Zo, daar hebben ze in totaal 18.000 liter aan hooi. Ik hoop dat dat voorlopig voldoende is. Zo. Maar als ik dat zo zie, we moeten wel weer gaan maaien. Want anders moeten we ook nog weer hooibalen kopen. Dat is ook weer zoiets. Laten wij de massieversum vast daar neerzetten. Dan kunnen we hartstikke mooi door onze nieuwe boerderij heen chasen. Zo, dan pakken we de... Ursus. Lekker op dat geluidje hoor, dit ding. Het is niet de vlotste trekken, maar het gaat om het idee. Maar let op hè, let op. Ik ga er vol gas overheen. Let op hè. Hier vliegt ook een beetje de lucht in, maar let op hè, moet je kijken. Hey!
Dus ik moet er wel eventjes een beetje afvlakken. Levensgevaarlijk. Die eraan vast. Wat een mooie combi dit hoor. Die Ursus met die voemingwagen. En een beetje ouderwets, want ja, dat hitchpoint zit zo ongelooflijk hoog. Ouderwets. Nou, laten we maar aanzetten. Dan kan de Ursus hem lekker blaffen. En dan pakken we hier even 2 stroobalen van. Zo. En dan gooien we erin. En zodra we compleet gemeente kantsoen hebben, kunnen we deze daarvoor gebruiken. Ja, laat me los. Nee, je moet er wel in blijven. Doe maar. Laat me los. Ja, mooi. Ik weet niet of dit voldoende is. 10.000 liter, is dat voldoende? Vast wel. Zet hem maar even uit. Ja, doe maar schakelen hoor. Ja, ik kan niet schakelen. Als ik daarop druk, dan stopt de opname. Ursus, schakel. Schakel, schakel. Och, mijn god. Deur los. Alleen het keep ding zit wel aan de verkeerde kant. Oh. Oh, zitten ze vol? Maar hij zat niet goed in de trigger. Ik sta wel aan de verkeerde kant. Ah, hier hebben ze wat voldoende aan. Ze hebben 18.000 liter aan voer. 15.000 liter aan stro. Nou, dat is toch zat. Ja, dan laten we even die deur weer dicht doen. Want het begint winter te worden. Zo, zetten we deze weer op de plek terug. En dan denk ik dat het mooi is geweest voor vandaag. De schapen hebben voorlopig nog voldoende eten. Zo, doen we die deur ook dicht. Op een keer. Ja, dan denk ik dat het mooi is voor vandaag, jongens. Kan best zijn dat we dan de volgende keer, dat we... ik laat hem gewoon hierop staan. Misschien dat ik volgende week in één keer iets door heb. Bijvoorbeeld, wat ik zeg, de... sla is nou ook goede prijs, dus dat gaan we sowieso verkopen in december. En dan skippen we door naar maart en dan kunnen we gaan zaaien. Jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Elm Creek. Hopelijk hebben jullie genoten. Als het zo is, knal natuurlijk even een like erop. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. Dat helpt me enorm meer. En check eventjes ons visvlogkanaal. En abonneer daar ook zeker je op. Zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!